Nee, een goede dag. Vandaag gaan we kijken naar een nieuwe rubriek waarin we extra veel altcoins behandelen. Daarnaast gaan we uiteraard ook kijken naar hoe Bitcoin ervoor staat. Heb je zoiets van, ik wil mijn altcoin graag terugzien in de volgende aflevering? Laat het vooral weten onderin de comments onder de video. Dan gaan we snel beginnen met de video. Goed, allereerst kort Bitcoin. Ga niet te lang hier stil bij staan, want ja, het plaatje is bekend. We hebben het al zo vaak behandeld en in de tussentijd is eigenlijk niet zo gek veel gebeurd. Zometeen dus door met de altcoins, dus blijf vooral eventjes hangen. Heb je nog niet op de duim gedrukt en heb je nog niet geabonneerd, doe dat dan vooral ook eventjes. Daarmee steun je ons kanaal natuurlijk. We blijven iedere week, 3 keer per week die video's maken voor jullie. Gaat veel tijd en energie in zitten, kost jullie helemaal niks. Dus het enige wat jullie daarvoor zouden kunnen terugdoen is bijvoorbeeld eventjes op het duimpje te drukken en even te abonneren. Goed, Bitcoin allereerst. We gaan kijken naar het hoogtijdsframe plaatje. Die is onveranderd. Aan de onderkant is de liquiditeit gepakt. Op de highs staat die open. Dus het moet wel heel raar gaan lopen. Willen we niet richting die highs gaan bewegen. Zoals altijd, ik kan ernaast zitten. Gebruik daarom ook je risicomanagement. Gebruik je stoploss. Zorg ervoor dat je niet te veel investeert in de markt. Dat je niet met geld investeert wat je niet kan missen. Altijd zorg dat je een plan hebt. En dus ook een plan voor wanneer het bullish scenario niet uitspeelt. Vooralsnog heb ik nul aanleiding om daaraan te twijfelen. Wat eventueel nog zou kunnen is dat we nog een diepere pullback gaan zien. Dat is gewoon allemaal toegestaan. Dat mag allemaal omdat je dus een low, high, low, low, high, high te pakken hebt. Dus dit is de structuur. High, high, low, high, high. Is nog steeds gewoon prima. Mag gewoon allemaal. Wanneer wordt het vervelende? Als je onder die demand gaat komen. Dus onder die 61k, ja, dan riskeer je dat je de 59k en de 56k gaat opzoeken. En dan is het toch wel een vrij grote kans dat je de breakdown gaat maken van de range. Ja, dan ga je gewoon door richting 53k en potentieel veel laag. Dan loop je dus het risico dat je in ieder geval lokaal tegen de top aan zit te lopen. En misschien zelfs de top van de cyclus. Ik zeg niet per se dat het gaat gebeuren. Maar dan wordt het wel heel snel heel veel vervelend. Dus idealiter, in het meest ideale scenario, doen we net als wat we ook de vorige cyclus gezien hebben. Rond die 20k, rond die vorige all-time high. Is de impuls er naartoe maken. De all-time high eruit tikken. Tijdje gaan consolideren. En dan de push omhoog gaan maken. Dus datzelfde wil ik hier ook gewoon nu zien. Dus de impulsen heen maken. All-time high eruit tikken. Tijdje consolideren, duurt nu wel al een stuk langer dan de vorige cyclus, wat op zich prima is en sterker nog, zo kan de koers meer op krachten komen, is er meer aanleiding voor juist om te denken dat we nog veel hoger gaan bewegen. En dan wil je dus straks gewoon die impuls omhoog gaan maken. Dus je wil het liefst vanuit deze consolidatie ook omhoog gaan uitbreken. Nou ja, volgens nog zijn er genoeg aanleidingen om te denken dat we dat inderdaad gaan doen. Het ziet er niet echt uit als topvorming. En zolang we dus die 59k, die range low vasthouden, heb je ook geen enkele aanleiding om daaraan te twijfelen. Dus ik zie heel veel mensen heel bearish praten. En dat is allemaal leuk en aardig als we uiteindelijk hier de breakdown maken. Dan is er alle aanleiding voor om dat ook te gaan denken. Maar tot nu toe is het gewoon niet meer dan een lange consolidatie, potentiële reaccumulatie naar een flinke impuls omhoog. Dus op dit moment zou je gewoon totaal niet kunnen zeggen dat we bezig zijn met topvorming. Want er is gewoon te weinig bewijs ervoor als je afgaat op de prijsactie. Lokaal hebben we de low gepakt op 66.311. Nou, dan mag je normaliter verwachten dat we richting de highs gaan bewegen. Dus het zou nog steeds kunnen richting 70.180 lokaal. En daarna dus de high op de 72.169. Ik heb al vaak gezegd, als je de zoveelste keer in dit prijsgebied gaat komen, dan wordt het is het wel heel onwaarschijnlijk dat we weer gaan afwijzen. Dan is de kans gewoon heel groot dat we op zijn minst die all-time high eruit gaan tikken. En daarna wordt het gewoon spannend of je dus de all-time high eruit tikt, zwakte gaat tonen en dus potentieel nog veel langer blijven rangen, wat ook nog steeds een mogelijkheid is. Of dat je hier wel gaat uitbreken en dan begint het echte feest en mag gaan kijken naar prijstaart zoals de 100.000 en potentieel veel hoger. Dat is een beetje het plan. Dus consolidatie, rangen until proven otherwise. En dat wordt dus bewezen, hè, dat we dus een kant gaan kiezen. Als we dus aan de bovenkant uitbreken, dan ga je omhoog trenden. Of als je omlaag gaat uitbreken, dan ga je omlaag trenden. Tot nu toe is gewoon het idee nog steeds bullish, omdat we in een uptrend zitten en die is nog altijd niet gebroken. Nou, wat zou eventueel kunnen gebeuren als je bijvoorbeeld nog naar een positie wil kijken? En met de educatiegroep al vaker over gesproken. Dat is namelijk nog één keer bijvoorbeeld hier de low pakken, sterkte tonen, high en low. En dan kun je hier gaan kijken naar setups, spelen we daarna alsnog omhoog. Dus ik heb al vaak gezegd, ik verwacht of vanaf hier de upside,
hebben we in mindere mate hier al gezien. Daarna wees je alsnog af helaas door de hawkish speech van Powell afgelopen woensdagavond. Die werd niet heel goed ontvangen door de markt. Dit was het gevolg daarvan. En nu is de vraag van ja, gaan we dan via hier door het ophalen van de loop de 65.931 gaan vanaf daar een nieuwe sterkte zien. Dan gaan we naar een long scalp kijken. Dan gaan we toevoegen aan de long positie die we al hebben lopen vanaf even kijken, deze regionen, dus zeg maar de 59k. Ga je hieronder komen, is het gewoon heel simpel. Dan ga je gewoon een stap lager kijken. Dus niet voorspellen, gewoon anticiperen op datgene wat daadwerkelijk gebeurt. Gewoon kans berekenen. Dat is het enige wat je aan het doen bent. En vooral niet te veel gaan proberen de koers te voorspellen, want er is niemand die dat weet. Dan, vandaag gaan we de volgende editie van de CCT 101 nieuwsbrief eruit gooien. Dat betekent dat je onder andere een livestream kan verwachten met erin een masterclass over een specifiek topic. Informatie over investeringen die we gedaan hebben. Een dagelijkse marktupdate die we vandaag eruit hebben gegooid. Dat kun je gratis in je inbox verwachten. En ook één keer in de zoveel tijd. Het enige wat je daarvoor moet doen, even onder de video, eventjes klikken op die CCT 101. Klik er even op, laat je e-mailadres achter en that's it. Ontvang je hem later vandaag in je inbox. Gratis en voor niks. Goed, dan gaan we even kijken naar het Velo data plaatje. Ik zal even kort toelichten wat het nou is. Dit is de prijs, heel simpel. Gewoon huidige koersverloop op Bitcoin. We hebben de Binance Futures chart hebben gepakt. Daar zit het meeste volume op van de markt. Dan heb je hier de funding rate. Hoe hoger de funding is, hoe problematisch dat is. Want dat betekent dat mensen massaal aan de longkant zitten en dat leidt doorgaans door deleveraging, oftewel dat die positie eruit geknikt gaan worden of afgeschaald gaan worden, leidt meestal tot hoge volatiliteit. Dat zagen we hier bijvoorbeeld ook gebeuren, liep hoog op en op een gegeven moment komt het omlaag omdat de koersen dus gaan afkoelen. Op dit moment is de funding relatief neutraal, niks aan de hand dus. Verder hebben we de open interest, dat is het aantal contracten wat open staat, longs plus shorts bij elkaar opgeteld. Die zijn iets aan het oplopen, maar zijn niet per se op mega hoge hoeveelheden. Dus niet per se zorgwekkend op dit moment. Dan het grote probleem waar we nu momenteel mee zitten, is hoe spot momenteel aan het bewegen is. We zien dat we vanaf deze impuls omhoog zijn bewogen. Toen is spot echt vooral de koers gaan drijven. En zie dat je daardoor dus gewoon van een 38k naar een 74k kan gaan stijgen. Sinds die top is spot eigenlijk alleen maar bezig geweest met verkopen. Die trend is nog steeds gaande. Daar zijn we nog steeds niet van afgeweken. Desondanks zijn we wel aan het consolideren nog steeds rond dezelfde prijsniveaus. Dat is positief. Dat betekent gewoon dat die posities van handen aan het wisselen zijn. En het enige wat je dadelijk zou willen zien is dat we uiteindelijk die impuls omhoog gaan maken met hernieuwde kracht vanuit spot. Dat spot sterk aantrekt. Wat je vooral niet wil zien is dat spot blijft verkopen, dat funding hoog oploopt en dat dus open interest hoog oploopt. Maar dat betekent dat mensen massaal met hoge leverage long aan het gaan zijn. En wat resulteert dat dan vaak in dit soort stevige flusjes omlaag om die positie weer eruit te knikken. Dat zagen we bijvoorbeeld. Hier zag je dat. Hier zie je dat ook in bepaalde mate gebeuren. En hier zag je dat ook. Die koersen klappen dan gewoon stevig onderuit om die positie eruit te knikken. En je ziet dan ook die open interest fors afnemen, omdat dus al die posities aan het sluiten zijn op dat moment. Dus dat wil je vooral niet zien. Wat wil je dus wel zien, wat ik net al liet zien. Hè? Dus spot die de koers drijft, open interest relatief neutraal en funding ook niet al te hoog. En de koers natuurlijk die stijgt. Als je dat gaat zien, dan weet je dat het goed zit. En dat het waarschijnlijk een legit breakout gaat worden. En dat we dus op weg gaan richting, ja, toch wel misschien die 100k. Goed, voordat we verder gaan met de altcoins, even tussendoor dit. Vanaf morgen start een tradingcompetitie. Die duurt van 15 juni tot en met 29 juni. Die gaan we doen op Apex Pro, onze partner. Dat is een decentraal platform waar jij ook gewoon derivatenhandel op kan doen. Binnenkort komt er ook spot traden op menu, dus alleen derivatenhandel. Kun je gewoon Bitcoin, Ethereum en een hele hoop altcoins kun je gewoon verhandelen. Je kan dus long en short gaan met leverage. Ik zal ook eventjes bovenin de video linken. Dan kun je op klikken en dan kun je de tutorial bekijken van hoe dit platform werkt. Wat het nou precies is, voor- en nadelen. Al dat soort dingen kun je daar terugvinden. En dan kun je dus meedoen aan de tradercompetitie die we er morgen gaan starten. Er vallen toffe prijzen te verdelen. De nummer 1 die krijgt 200 USDT. De nummer 2 krijgt 100 USDT. En de nummer 3 krijgt 50 USDT. Hoe meer volume je maakt, hoe meer kans je hebt om te winnen natuurlijk.
Ben je al via onze link geregistreerd in het verleden, doe je automatisch mee. Hoef je verder niks voor te doen en kun je dus een mooie extra bonus krijgen als je toch al aan het traden bent. Heb je nog niet via ons geregistreerd? Het is heel simpel. Eventjes onder de video, eventjes klikken op het linkje. Vervolgens koppel je decentrale wallet eraan, je MetaMask wallet bijvoorbeeld. Dan kun je al aan de slag gaan met traden en krijg je ook nog eens een keer 5 USDT op je account gestort. Alvast heel veel succes gewenst en heb je vragen verder, dan weet je ons natuurlijk te vinden. Goed, dan gaan we kijken naar de verschillende altcoins. We doen het in willekeurige volgorde. Dit zijn dus allemaal coins die jullie hebben aangevraagd, die jullie graag zouden willen zien. En we gaan ze nu gewoon kort doorlopen. Allereerst Algo. Algo is een van de mijn investeringsfouten die ik heb gemaakt tot nu toe deze cyclus. Ik heb uiteindelijk tot nu toe 2 posities gesloten. Eentje was Bob, meme token. Hebben we veel winst opgepakt. Heb ik ook live gedeeld in de educatiegroep toen in die periode. En de tweede was Algo. Die hebben we namelijk hier rond de low verkocht met volgens mij 10 of 11% verlies. Die is daarna keihard door het dak gegaan. Ja, dat is dan een van mijn fouten die ik tot nu toe heb gemaakt deze cyclus. Het zijn ook de enige 2 coins die ik helemaal heb verkocht deze cyclus. Dus mensen zeggen nog wel eens van ja, maar je loopt heel te switchen van buyers. Je loopt heel te de investering te kopen en dan weer te verkopen. Dat is onzin. Alle investeringen, los van die 2, heb ik gewoon nog steeds. Heb ik geïnvesteerd voor de lange termijn. Hey, je moet ook het verschil zien tussen trade ideeën en dat ze bijvoorbeeld geen entry trigger krijgen, dan blijven ze er vanaf. En je hebt dan natuurlijk de investering waarvan ik ook zeg dat ik erin geïnvesteerd heb. Dus je moet wel goed luisteren wat ik zeg tijdens zo'n video en niet zomaar blind gaan denken van oké, hij bespreekt die coin, dus dan zal hij hem ook wel gekocht hebben. Nee, dat is onzin, want vaak zijn het gewoon suggesties vanuit jullie van zou je dit een keer in een video mee willen nemen en bijvoorbeeld een trade idee. En dat trade idee kan ik dan wel gewoon spelen, wat we dus de afgelopen tijd ook veel gedaan hebben. Bijvoorbeeld op Ondo, Injective. En ze zijn nog zat andere coins, zoals Pepe, die ook goed gepresteerd hebben. En waar we gewoon lekker veel TP's op gehit hebben. Maar je moet dus wel verschil zien tussen traden en investeren. En of je trigger krijgt of niet. Want we spelen heel veel op confirmatie. Ja? In ieder geval, Algo zag er fantastisch uit. Liquidity to liquidity. Hè? Dus we hebben hier de lows opgehaald. Nou ja, dom dat ik je uiteindelijk verkocht heb. Ik had die extra confirmatie nog moeten afwachten. Heb ik niet gedaan. Daarna zagen we dat hij vast bleef houden. En ik voelde de bui toen al hangen. Maar goed, ik ga er niet weer snel de in- en eruit. Dat ga ik dan niet zitten doen. Het is gewoon die keuzes gemaakt en blijf er vanaf. Ja, en dan stijgt hij daarna flink ook. En is hij uiteindelijk met 247% gestegen. Waar stopt hij dan uiteindelijk? Nou ja, aan de onderkant heeft hij liquiditeit opgehaald. Wat gaat hij dan vervolgens doen? Liquiditeit aan de bovenkant opzoeken. Waar ligt het dan? Hier zo. Is het dan compleet toeval dat hij dus hier afwijst? Nee, totaal niet. En op een gegeven moment zien we dus dat we aan de bovenkant liquiditeit ophalen. Wat gaat de koers daarna doen? Gaat liquiditeit aan de andere kant ophalen. Dus dit is gewoon een perfect textbook voorbeeld van hoe liquiditeit dus ook werkt. Het is dus geen toeval dat je dus hier lows ophaalt, maar dat je hem niet verliest. Dat je hier highs ophaalt, maar dat je er niet boven komt. Dat je hier de low ophaalt, maar dat je dus ook niet eronder komt. Dat laat dus gewoon zien hoe goed liquiditeit werkt. Het probleem is alleen nu wel, we hebben dus de low opgehaald. En wat je dan dus vooral wil zien, is dat je dan weer omhoog gaat pushen. En dat hebben we in eerste instantie ook wel gedaan. Maar daarna zie je wel dat we een hele sterke afwijzing laten zien van deze wekelijkse supply hier. Is best wel clean. Liquiditeit opgehaald, push die omhoog in supply, wijst die sterk af. En nu zie je ook gewoon een goede follow-up in bearish perspectief naar beneden. En dat betekent dat ik ook geen interesse heb in een nieuwe positie. Ik wil gewoon even kijken hoe dit gaat. Wat je zou kunnen doen als je heel graag een positie wil komen. Maar ik ben geen fan van dit soort situaties. Ik blijf er dan meestal van af. Ik zie wel wat argumenten om toch naar een positie te kunnen kijken eventueel. Maar er moet wel echt wat voor gebeuren. Je hebt hier natuurlijk wel een ongeteste dagelijkse demand liggen. We hebben daarnaast ook nieuwe lows hier gevormd nu. Dus de kans is groot dat we nu bijvoorbeeld dit gaan doen. Als je vanaf daar sterkte gaat tonen, moet je wel echt significant sterkte gaan tonen. Dan kun je prima hier naar long scalp kijken. Hè, dus na die confirmatie kun je prima de scalp spelen. Ik persoonlijk speel deze setup waarschijnlijk niet, omdat ik draai al langer mee in deze markt. Ik weet doorgaans wel wanneer ik wel en niet moet participeren in een bepaalde positie. En als ik dit soort sterke afwijzingen zie, is dat vaak geen goed teken. En leidt het vaak tot een slow bleed naar beneden. Dus je kan het spelen, maar dan wil je echt die confirmatie zien. Ik laat deze persoonlijk links liggen. Ik ben geen heel groot fan van deze positie. In ieder geval om te gaan spelen. Wat is het probleem dat ontstaat als je hier de low gaat verliezen op de 0.1459? Dan is het heel simpel. Dan ga je gewoon helemaal terug naar deze lows helaas. Richting de 0.0820.
Dat is gewoon hoe liquiditeit werkt. Want dan gaat de prijs niet lokaal de liquiditeit pakken en dan weer omhoog bewegen, wat hij hier geprobeerd heeft. Nee, dan ga je gewoon helemaal terug naar de low. En dan zou het hier opnieuw weer kunnen gaan proberen. En dit is ook een beetje de fase van de markt, de status van de altcoin-markt, dat we dit soort dingen ook vaak zien. Dat altcoins iets laten zien en vervolgens alles weer teruggeven aan de markt. Dus ik ben niet heel enthousiast over hoe Algo op dit moment eruit ziet. Goed, volgende aanvraag was Arbitrum. Die hebben jullie ook massaal gestemd in de poll die we een tijdje geleden eruit hebben gegooid. Dus ja, daar gaan we nu even rustig naar kijken. Ook hier weer zie je prachtig hoe liquiditeit werkt. Het is niet toeval dat het elke keer zo goed uitspeelt. Het is geen toeval dat de prijs hier naartoe beweegt, lokaal die highs pakt, eerst lokaal hier en dan de major high, en dat hij vervolgens afwijst. En waar stopt hij dan vervolgens? Hier bij de volgende liquiditeit aan de andere kant. Nou ja, als je naar de grote liquiditeit gaat kijken, hebben we nu dus aan de bovenkant hebben we de high opgehaald en kijken dus in feite naar de onderkant. Dus het zou kunnen dat we hier misschien al vast gaan houden of iets van een push gaan zien. Maar eigenlijk, als je echt voor de meest veilige trades wil gaan, kun je gewoon niet anders dan naar deze low kijken. Ook daar hanteer je gewoon ons entry patroon weer. Je zet dus gewoon je alertje klaar op die 0.8556. Dan wacht je die sterkte af in de vorm van een high, een low, higher high. En dan ga je daarna anticiperen als een lokaal sterkte tonen. Het alternatief wat je kan doen, ben ik persoonlijk niet altijd echt fan van, zeker niet in de huidige fase van de markt, is dat je gewoon je stoploss wat breder trekt, je order net boven de liquiditeit legt en TP1 op 2R ongeveer. Nou, kun je letterlijk ook gewoon je orders klaarleggen, wachten dat die gevuld wordt en dan kun je daarna die push omhoog verwachten. Dit is ook zeker een goede methode om te hanteren. In de huidige marktconditie vind ik het wel iets trickier. Volgend TP speel je dan gewoon richting de range high. En als hij daarboven komt, ja, dan is de kans gewoon vrij groot dat we de bodem hebben gezien. Dat dit blok een consolidatie was. Dit is dan de uitbraak. Gaat dit fungeren als steun en kun je daarna omhoog gaan kijken richting wellicht zelfs nieuwe highs. Nieuwe all-time highs, denk ik. 2.43 ongeveer. Ja, dat zou dan kunnen. Daarvoor moet dus echt veel gaan gebeuren. Want op dit moment zie ik dat nog niet zo 1, 2, 3 gebeuren. Eerst maar zien als we deze loop gaan halen op de 0.8556. Of we daar sterkte gaan tonen. Zo ja, kun je naar setup gaan kijken. Of dus direct orders klaarleggen waar jouw voorkeur bij ligt. Mijn voorkeur gaat uit naar confirmatie afwachten. En dan gaan anticiperen. Want dit is een layer 2. Is gebouwd op Ethereum. Hè? Dus je hebt de hoofdlaag. Dat is de Ethereum blockchain. Daarbovenop wordt de layer 2 wordt gebouwd. Zo heb je er wel meerdere. Dus Arbitrum. Maar je hebt ook bijvoorbeeld Optimism. En zo heb je er nog wel meer. En die ontlasten als het ware het Ethereum blockchain ecosysteem. Door transacties op te pakken, ze goed te keuren. En daardoor gaat het allemaal veel sneller en ook veel goedkoper. Dus als je bijvoorbeeld op een Arbitrum, als je daarop handelt, zijn de handelskosten ook heel laag, de gas fees. Terwijl als je dat op de hoofdlaag, de layer 1 Ethereum zelf doet, ja, dan betaal je gewoon een godsvermogen. En dat kan variëren van relatief goedkoop tegenwoordig, $30, tot aan honderden dollars, wat je per transactie betaalt. En dat is voor de gemiddelde crypto-investeerder is dat niet echt heel aantrekkelijk. Op Arbitrum kun je dat dus vrij goedkoop wel doen. Dus dat maakt het wel een interessant project om een stukje in te allokeren. Als bijvoorbeeld Ethereum straks verder gaat aantrekken. Want dan zullen ook de beta plays, oftewel de alternatief van Ethereum, die wel te maken hebben met Ethereum, die kunnen daar dan van profiteren. Zolang Ethereum BTC een beetje achterblijft, is het wel moeilijk voor dit soort coins om dan te gaan outperformen. En vandaar dat je dus ook al die tijd ziet dat Arbitrum en Optimism het moeilijk hebben, omdat Ethereum zelf nog niet het initiatief pakt. En de verwachting is dat het ook pas later in de cyclus gaat gebeuren. Let er wel op, we hebben natuurlijk Gary Gensler heeft gisteren nog in een gesprek heeft hij nog verteld dat we ergens deze zomer een goedkeuring kunnen gaan verwachten van de Ethereum Spot ETF. Dat kan wel de hype een beetje doen aanwakkeren natuurlijk, want ik verwacht daar persoonlijk wel veel inflows van. Ja, dus of kijken naar deze op 0.85. Alternatief is gewoon de all-time low spelen op dezelfde manier op de 0.73. Al met al, macro timeframe ziet het er op zich prima uit. Lokaal wel erg choppy. Is vooral swingtraden, daytraden en nog niet echt voor de lange termijn investeren heel interessant om te participeren. Los van misschien een stukje DCA toepassen. Ja, gaan we door. En de volgende is Manta. Goed, Manta heeft dus de nodige
neerwaartse prijsactie achter de rug gehad. Die hebben we een hele tijd geleden een keer behandeld in een video. Daarin hadden we meerdere scenario's geschetst. Het bovenste bullish scenario is niet uitgespeeld omdat de prijs niet overtuigend boven is gesloten. Dus geen entry trigger, dus geen setup. Als we iets verder gaan kijken lokaal, zien we dat we ook hier, zoals we altijd doen, twee type scenario's schetsen die je zou kunnen spelen. Dus of direct je orders klaarleggen en daarna spelen. Ging om deze orderblokje op 3.07 tot 2.911. Of de confirmatie afwachten en dan anticiperen. Nou, als je direct de orders had gespeeld, had je dus ook de push omhoog kunnen pakken. Had je 19% push omhoog kunnen spelen. En zou je daarna uitgestopt zijn. Zou je sowieso wel een TP'tje gepakt hebben. Daarna verlies je gewoon de steun en dan is hij gewoon weg. Dan moet je hem laten gaan. Kunnen dit weer eventjes gaan opschonen. Dit is allemaal wat minder relevant. Ik doe het eventjes opnieuw intekenen. Dat is makkelijker. Dit is je range high. Dan moet ik even kijken van wat is nou de logische range low. Ja, kom je eigenlijk al gauw hier zo uit. Onderkant van de prijsactie die toen gevormd is. Misschien kunnen we nog iets fine-tunen. Ik denk dat het mooi is om deze te pakken. Niet alle ranges zijn textbook. Kijk, ideaal, het meest ideaal is natuurlijk als je vanuit een uptrend komt. Range high, range low. Dit is je range om mee te werken. Dan is dit je high en dit je low. En natuurlijk vanuit een downtrend. Low, eerste low, eerste high. Dit is dan vervolgens de range waar je mee gaat werken. Low en high, range low en range high. Soms zie je dat je vrij rommelige prijsactie krijgt. Zie je dat je dus hier een low neerzet, dat je daarna hier de low pakt. Ja, op een gegeven moment moet je dan de range iets gaan fine-tunen. En dan kom je dus op dit soort wat iets andere manieren van range trainen in aanmerking. Wat zien we nu momenteel? We zien eigenlijk een gebrek aan momentum, een gebrek aan sterkte. Ik denk vooral veel early investors die aan het verkopen zijn. Dat kan een tijdje aanhouden. Je wilt dus ook niet te veel participeren zolang we nieuwe lows blijven maken. Dat doen we dus structureel. Ik zie nog te vaak dat mensen het zien als sterkte als bijvoorbeeld de low hebben opgehaald. Dan denken mensen gelijk van ja, we gaan nu dit doen. En hoewel dat best mogelijk is, kun je daar niet blind van uitgaan. Want je ziet dus ook een low en geen higher high neerzetten. We halen hier de low op en geen higher high. We zetten hier een nieuwe low neer, geen higher high. Dus je krijgt de confirmatie niet die wij zoeken. En de confirmatie is natuurlijk low, high, liquidity grab, higher high en daarna anticiperen. En die krijg je maar niet. En dat zorgt er dus voor dat je continu nieuwe lows blijft maken. De vraag is, hoe lang gaat dit aanhouden? En het antwoord erop is, ik heb geen flauw idee. Dus het enige wat je kan doen is afwachten dat de koers aan jou bewijst dat het omhoog wil gaan bewegen. En wanneer doet het dat dus? Als we bijvoorbeeld iets gaan uittesten. Higher high, higher low. Zou je vroegtijdig kunnen anticiperen. En als je helemaal voor meer zekerheid wil gaan, wacht je deze reclaim af. Kom je terug in oude prijsactie hier. En dan ga je omhoog kijken richting de range highs hier. Dan wordt het heel leuk. Dus er zijn eigenlijk in dit scenario met de huidige prijsactie zijn er twee mogelijkheden die het meest aantrekkelijk zijn om longs op te spelen. Hier komen wij met onze strategie niet in positie omdat we geen triggers krijgen. Maar dan krijg je wel die trigger. Low, high, liquidity grab. Higher high. Dus dit je eerste trigger. En als we een significant prijspunt terugclaimen, is dat je tweede trigger. Dat is namelijk als je hier de high low inzet. Dat is de low van 2.179. Dit zijn dus de twee meest aantrekkelijke om te spelen met de huidige prijsactie. Kijk, als je nu dit gaat doen, je gaat nieuwe lows maken, verandert dat idee. Kun je nog lager weer opnieuw gaan kijken naar rotaties. En als je dus zoiets gaat doen, kun je alsnog kijken. Maar met de huidige prijsactie die we nu hebben, is dat hoe ik het graag zou willen zien. Probleem is alleen, dat moet dan dus wel gebeuren. Als wij dus nu niet weer iets gaan terugclaimen en we blijven afwijzen, is het heel simpel. Blijven omlaag gaan, blijven dus ook van de positie af. Ik heb geen lange termijn investeringen hierin. Ik ben alleen op zoek naar eventuele trades. Die trades zouden potentieel kunnen komen, maar daarvoor moeten dus eerst de high van 1.90 ongeveer gaan breken. Tot nu toe ben ik bearish op Manta until proven otherwise. Gaan we door en dan gaan we kijken naar Rose. Dat is misschien ook wel de mooiste van deze altcoins. Waarom? Omdat hij er gewoon heel sterk uitziet. Volgens mij is BlackRock ook aan het accumuleren Rose, als ik me niet vergis. Laat het vooral in de comments weten als je hier meer van weet. En bevestigt eventjes of ontkracht het eventjes. Maar ik dacht dat Rose ook wordt geaccumuleerd door BlackRock. Of dat er in ieder geval nauwe banden zijn met de technologie. Wat zien we namelijk gebeuren? Ik zie trouwens dat deze high, ik weet niet waarom die hier ligt. Die hoort namelijk
Die is denk ik verschoven. Die hoort hier op te liggen. Range high. Nou, wat zien we namelijk gebeuren? Low, high, high low, higher high. Dat is allemaal bullies. High low zetten we hier neer. Die high low zetten we op een strategisch prijspunt neer. Op de wekelijkse demand op de 0.076. Dus die houdt die keurig in stand. Daarnaast hebben we lokaal de liquiditeit aan de onderkant opgehaald. En lokaal sterkte laten zien. Dit is wat je wil zien. Hè? Dus je hebt dus je low, je hebt je high op een gegeven moment. Liquidity grab. Lokaal probeer je dan iets van de high te creëren. High low, high high. Dat mag ook. Hè? Dus je hebt de MSB en je hebt de MSS. Dat is een iets andere manier. Dus dit is je MSB. In feite, dit is je MSB. Dit is je MSS. Ik zal het even kort toelichten. Dit is je marktstructuur. Bearish until proven otherwise. Wanneer bewijst dan het tegendeel? Dat is als je de kanteling gaat maken. Dat je dus de low, high, low, low, high, high gaat maken. Dus dan breek je de structuur en dat noemen we dan een market structure break, oftewel de MSB. Die hebt hier ook een variant op, dat is waarin je in die neerwaartse trend, breek je niet de structuur, maar zet je lokaal bijvoorbeeld wel higher highs en higher lows. Waardoor je dus vroegtijdig eventueel kan anticiperen, maar dit kan nog steeds die lower low zijn, want je moet hem een beetje doorheen kijken, kan nog steeds gewoon dit zijn. Voordeel hiervan is dat je dus vroegtijdig hier op die MSB kan anticiperen. Sorry, MSS, de market structure shift. En dan kun je hier dus de high low spelen. Kun je dus al vroegtijdig anticiperen. Dan zit je er eerder in dan wanneer je dus dit afwacht. Want dan zul je waarschijnlijk hoger in gaan stappen. Nadeel daarvan is dat je wel het probleem hebt dat je dus nog niet die echte kanteling te pakken. Dus de MSB die ligt dan hier. Daar moet je voorbij komen om echt te kantelen. En de MSS is gewoon als je hier lokaal iets gaat doen. Dat je dus lokaal high highs en high lows gaat maken. Dus dit is risicovoller. Kun je wel snel in positie komen. Dit is veiliger. Moet je soms wat hoger instappen. En loop je vaak het risico dat je niet in positie komt. Dat is het verschil tussen de MSB en de MSS. Hier zien we dus ook een MSS. Dit is je MSB. Allemaal termen die door elkaar lopen. Hè. Ik hoop dat je het nog een klein beetje kan volgen. Dit is voor de educatiegroepleden gesneden koek. Want dit behandelen we heel vaak. Dus wat we hier zien is je low, je high, eerst de high en low en dit is je higher high. Dus dan is dit jouw MSS. Omdat we niet de structuur breken, dat doen we pas als we hierboven komen, maar wel lokaal die shift hebben. En dat betekent dus dat je lokaal mag kijken naar pullback. Mag gewoon high en low spelen. En dus in feite kun je het ook heel simpel plat slaan. Je hebt hier gewoon een hogere top neergezet, dus een higher high neergezet. En dan kijk je gewoon naar een high en low. Nou, waar kun je dat doen? Dit is in principe het meest interessante. Op de 0.09780. Hier kun je dus of je orders klaarleggen. Of je wacht de confirmatie af. En dan anticiperen. Dus allebei mogelijk. Zeker gezien de sterkte die we momenteel zien. We gaan zien hoe het schip strandt. Of waar het schip strandt. Want dit ziet er eigenlijk wel goed uit. En Rose is een van de weinige altcoins op dit moment waar ik echt wel serieus bullish op ben. Ik kijk in eerste instantie richting 0.18. Komen we daarboven, ja, dan wordt het heel simpel. Dan ga ik om weer een stapje hoger kijken. En dan kijk ik al gauw richting 0.33. Ja, kom je daarboven, kijk je richting all-time high. Dus als dit, dan dat. Eerst dit zien te breken, kom je hierboven, dan ga je hier naar door. Dan kom je hierboven, dan kijk je naar de all-time high. Stapje voor stapje. Eerste horde om te breken, om echt serieus omhoog te kunnen gaan kijken, is die 0.18174 om precies te zijn. Goed, en dat was de eerste aflevering van de nieuwe altcoin rubriek, waarin we dus veel extra veel altcoins bespreken. Kan zijn dat we hier na afloop nog wat van gaan tweaken. Dus als je nog input hebt van ja, het mag allemaal wat sneller, of misschien wat meer altcoins, of liever wat meer de diepte in, of juist minder. Laat het gerust weten in de comment sectie, dan gaan we daar gewoon naar kijken. Voor nu wens ik je nog een hele mooie dag toe, alvast een goed weekend. Vergeet niet nog eventjes op de duim te smashen als je dit top vindt. En in de comments achter te laten welke altcoins je in de volgende video zou willen zien. En dan zie ik je graag bij de volgende video. Laters!